Hoi, ik ben Dylan en een tijdje geleden ben ik op de IFA in Berlijn op bezoek geweest bij Coulisse. En dat is een bedrijf wat gespecialiseerd is in geautomatiseerde zonwering om te kijken naar een nieuw product van ze, namelijk de Motion Blinds Upgrade Kit. En dat is iets waar ik zelf echt onwijs enthousiast van word, want het is een apparaat om je huidige rolgordijnen slim te maken en het is slim op meerdere manieren. De Motion Blinds Upgrade Kit is een retrofit systeem en dat betekent dat je een gedeelte van je oude rolgordijnen vervangt om ze slim te maken. En dat is natuurlijk ideaal, want ze zijn niet op maat gemaakt, dus ze zijn een stuk goedkoper. Denk bijvoorbeeld aan hele mooie verduisterende rolgordijnen die je hebt aangeschaft toen je in je nieuwe huis trok. Die wil je natuurlijk niet helemaal vervangen, maar die kun je nu dus met deze Upgrade Kit aanpassen zodat ze helemaal opgaan in je slimme huis. Een van die slimme manieren waar ik het net over had, is de manier waarop ze ervoor gezorgd hebben dat hij in nagenoeg elk rolgordijn past, omdat hij zichzelf uitzet als je hem erin duwt. Dit betekent eigenlijk dat het gebruik en de installatie gewoon heel erg simpel zijn, maar dat is een voordeel. Maar dat moet eigenlijk gewoon werken en dat doet het en dat doet het ook echt heel erg goed. Je hoeft dus geen techneut te zijn om met die installatie aan de slag te gaan. Je hoeft niet bezig te zijn met draden of andere dingen, want je haalt je oude systeem gewoon uit je rolgordijn. Je duwt het nieuwe batterij en motorgedeelte erin, je hangt hem weer op en je kan er nagenoeg gelijk mee aan de slag. Maar de vraag is natuurlijk, waarom wil je het hebben? Nou, er zijn een aantal dingen die ik persoonlijk heel erg belangrijk vind in een slimmer huis. En een van die dingen is veiligheid. Je kan hem uiteraard automatisch open en dicht laten gaan op het moment dat jij bijvoorbeeld op vakantie bent, zodat het lijkt alsof er altijd iemand thuis is. Je kunt energie besparen door hem automatisch open of dicht te laten gaan. Als bijvoorbeeld de zon schijnt, het is natuurlijk ook een stukje gemak, comfort en luiheid. En het ziet er natuurlijk ook echt super fancy uit. Zoals je net hebt kunnen zien, kun je ze gewoon handmatig bedienen. Maar je hebt natuurlijk ook een applicatie waarmee je ze open of dicht kunt doen. Maar je kunt ook routines maken zodat ze automatisch open of dicht gaan. Als bijvoorbeeld de zon opkomt of ondergaat, zodat je wakker kan worden met meer licht. Of gewoon lekker op de bank een filmpje kunt kijken. Daarnaast is hij natuurlijk ook gewoon te gebruiken met spraakbesturing. Dus als jij in de keuken staat en je hebt even je handen niet vrij, dan kun je met een spraakcommando ervoor zorgen dat de rolgordijnen open gaan. Je meer licht hebt, zodat je niet per se direct in je vingers snijdt. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat om deze slimme functionaliteiten te gebruiken, je wel een bridge nodig hebt. Maar mocht je dat niet willen of vind je privacy heel belangrijk, dan is die ook te besturen met Bluetooth. En het is fijn dat de slimme functionaliteiten dan direct worden opgeslagen op de motor. Mocht je nou niet aan de slag willen met die applicatie of is het rolgordijn voor je oma die gewoon net niet zo handig is met haar smartphone, dan kun je hem ook heel eenvoudig handmatig in te stellen door aan de ketting te trekken totdat hij de gewenste positie heeft bereikt. En daarna kun je hem opslaan door twee keer op de knop te drukken en je kunt met één handeling het rolgordijn op de juiste positie krijgen zodat het echt heel eenvoudig is om mee aan de slag te gaan. Een van de andere dingen die ik ook heel erg leuk vind is dat de QR-code om op te koppelen met de applicatie niet verstopt zit achterin of onderin de motor, maar in het lipje onderaan de ketting en dat laat gewoon zien dat er echt heel erg goed over is nagedacht. Daarnaast hoef je hem ook maar één keer per jaar op te laden als je hem normaal gebruikt en dat kan via de USB-poort aan de zijkant van de motor. Zoals jullie net al even snel hebben kunnen zien, heb ik ook een nieuw systeem voor mijn geautomatiseerde gordijnen. En als je al vaker video's van me hebt gezien, dan weet je dat ik verschillende systemen hier in huis heb gehad. Waaronder bijvoorbeeld een motor die op je rails klikt, een motor aan de zijkant van je rails die met touwen de gordijnen bestuurt. Maar dit is echt de volgende stap. Dit is namelijk de Motion Blind gordijnmotor en rails. En zoals de naam het al zegt, vervang je hiermee echt je gehele rails door geautomatiseerde rails, waar je vervolgens je oude gordijnen weer aan op kunt hangen. De installatie is ook echt heel erg eenvoudig. Het is al iets lastiger dan alleen maar je rolgordijnen vervangen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je een rails hebt die je op maat moet maken. Vervolgens haal je je oude rails ervan af. Je doet de nieuwe rails op de muur. Je hangt je gordijnen op en je bent klaar met de installatie. En je kunt er nagenoeg direct mee aan de slag. Hij is beschikbaar in twee varianten tot maximale breedtes van 360 cm en 475 cm. En de rails wordt geleverd in losse onderdelen zodat je er eentje op maat kunt zagen, zodat je altijd precies de voor jou gewenste breedte kan bereiken. Nou, het is gewoon heel fijn dat als je hem ophangt en de bridge hebt, je exact dezelfde slimme functionaliteiten hebt zoals met de rolgordijnen. En dat vind ik zelf heel erg fijn, want je kunt er binnen een mum van tijd mee aan de slag. En het zagen is echt de meeste moeite die je in de hele installatie zal tegenkomen. Nou, al met al vind ik het zelf echt hele vette apparaat. Ik word er zelf heel erg
persoonlijk heel erg enthousiast over. Het is gewoon een apparaat wat heel makkelijk is te installeren en heel simpel werkt. En daarnaast zorgt het er ook voor dat mijn leven weer gewoon echt een stukje blijer is. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Zet ze dan zeker even in de comments en dan proberen wij er uiteraard zo goed mogelijk voor jullie op terug te komen. En anders zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei!